NAC TV wordt mede mogelijk gemaakt door Hotel Prinsenviel Breda. Na een weekje rust wordt de competitie komend weekend weer hervat. Zaterdag speelt NAC uit tegen de Graafschap. Die onderlinge confrontatie is na 15 eerdere edities in balans. Beide ploegen wonnen 5 keer. De thuisploeg scoorde 1 keer meer. Wij gaan terug naar 6 maart 2005, toen NAC op de Vijverberg wist te winnen. Sousa, de Portugees. Man met een goede traptechniek en daar is de kans. Vrij plotseling voor Van Leerdam. Er is geen ruimte om op deze manier te combineren op dit veld. Lurling. Richters. Stuit op Van Vessem. Diba, het doel is leeg. En zo is het 1-0 voor NAC. Als Anouar Diba met veel gevoel de bal over de Graafschapspelers heen wipt. Enkele spelers lopen elkaar in de weg. Dan gaat Lurlingen met de bal vandoor. Wordt die inzet van Richters nog gekeerd door Van Vessem. En bewaart Diba alle rust en rond die schitterend af. Diba. De een nog mooier dan de ander. Wat een gevoel. Wat een plaatsing. Via de onderkant van de lat in het doel. Een beauty. Lovens. Schollen. Red op de inzet van Ax. Lulling. Bot in de achtervolging. Lulling blijft op de been en vindt Diba. Diba voor zijn derde. De makkelijkste kans laat hij liggen. De overwinning van NAC is wel een feit. De eerste sinds 28 november van vorig jaar. In de stand zien we dat de Graafschap en NAC na 28 wedstrijden evenveel punten hebben. Genoeg om niet meer in gevaar te komen, maar te ver weg van de play-offs. NAC TV werd mede mogelijk gemaakt door Hotel Prinsenviel Breda.